Ik ben Sanna Kotseman. Ik ben 11 jaar en ik ben om 4e blind geworden. Ik. Mijn hobby's zijn judo, scouting en kattenkwaad uithalen. Hoe ken je Sanna nou eigenlijk? Sanna die is hoe lang geleden? 3 jaar geleden op de judo gekomen. En dat ging vanaf de eerste dag. Vanaf de eerste dag ging dat geweldig, Sanna, of nee? Ja. Nee, dat vond je geweldig leuk, hè? Ja. Je microfoon voor je, dan kan je een antwoord geven. Hè? Ja. Oh, Sanna doet dat fantastisch, hè? Die is er elke, 2 keer in de week is hij er altijd op de training. Dus heb je altijd heel veel plezier, maar begin de camera kijken niet voor je. Dit dorp heb ik zelf niet gebouwd. Dit heeft een vriendje gebouwd. Doen mensen ook anders tegen omdat je kanker hebt gehad of en omdat je niet meer kan kijken? Soms, maar ik weet het liefst dat ze me gewoon behandelen, maar dat ze me niet voor de gek houden. Bel Frans Haak. Ik bel Frans Haak. Hoi opa. Hoi. Nu moet ik van mama ophangen. Dus je kunt er niet in. Dan moet je dubbel tikken met 1 vinger. En als je geveegd hebt, moet je je vinger elke keer optellen. Sanne zit op de gewone basisschool in Oostburg. En Sanne die werkt al sinds groep 5 met de computer. Daar heeft hij dus een computer en een braille leesregel mee. En met de braille leesregel kan hij typen. Maar kan hij dus ook de tekst die op het scherm staat, kan hij dus ook voelen door de bobbeltjes te voelen. En daarnaast leest hij brailleboeken. Hij heeft zijn leesniveau AV9 al bereikt al een hele tijd. Dus als ik een boek bestel, bestaat dat boek bijvoorbeeld uit 21 delen. Dus dan komt de postbode met de hele tas vol. En dan liggen er soms, bestel ik 5 boeken, liggen er soms 100 boeken op onze deurmat. Ik was een keer ingebouwd. Ja, was jij gebouwd, hè? We zitten samen op de judo, maar hoe doe je dat nou eigenlijk, blind? Ik let vooral op de gevoel, op de bewegingen van iemand anders. Als je er aan bijvoorbeeld zo doet, denk ik, oh, die gaat de schouder omhoog doen.